Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Het is zo lang geleden dat ik nog op YouTube ben geweest. Dat kwam natuurlijk door het drukke leven dat ik heb. Zoals jullie allemaal weten speel ik in 3 series mee momenteel. Like Me, De Buurtpolitie en nog steeds De Vijver. Daarnaast heb ik nog keiveel opdrachten voor mijn social influencer gedoe. En ik ben nog steeds student. Ik zit in mijn laatste jaar bachelor in interieur en design. Dus dat diploma heb ik bijna op zak. Nu heb ik keiveel tijd over, omdat dat allemaal wegvalt door het coronavirus. Ik blijf dus gewoon lekker thuis. Ik heb nu wel enkel mijn stage, maar dat doe ik ook gewoon van thuis uit. En dat zouden jullie eigenlijk allemaal moeten doen. Dus blijf gewoon in jullie kot, alsjeblieft. Zo hebben we sneller terug in zomer, kunnen we sneller alles terug oppikken. En om er meteen in te vliegen, had ik een nieuw ideetje om eigenlijk een serie te starten. Waarbij ik telkens een foto van iemand die bekend is, een zangeres, een actrice, noem maar op, om daarvan een foto na te maken. Ik laat die persoon door jullie kiezen op een poll op mijn Instagram. En ik kan die foto namaken met make-up, door mijn haar te doen, kledij, accessoires, maar ook door Photoshop en dergelijke. Dus de persoon waarmee ik deze serie start is niemand minder dan... Jennifer Lopez, ofwel J-Lo, Jenny from the Block. Echt iemand waar ik enorm hard naar opkijk op zoveel vlakken. Op vlak van dans, op vlak van acteren. Ze kan natuurlijk ook geweldig zingen en performen. Haar make-up, haar kledij, haar Zuid-Amerikaanse roots. Dit is de foto die we gaan namaken. Ik denk dat dat heel haalbaar is. Ik heb een soort gelijk topje of jurkje. Ik heb accessoires. Met de make-up is het haalbaar, denk ik. En met het haar ook. Dus laten we er ineens aan beginnen. Oké, even een heads up, want ze gebruikt enorm veel make-up. Dus ze gaat er eerst super raar uitzien, but trust the process. We beginnen met concealer. Ik heb over laatst op YouTube ook een video gezien van de make-up artist van Jennifer Lopez, namelijk Scott Barnes, in samenwerking of in collaboration met Tati Westbrook. Dus dat staat op haar kanaal en die video is super handig, want op die manier weet ik meteen hoe Jennifer Lopez haar huid schminkt. Nu gaat hij in met een veel te donkere contourkleur, maar hij mixt uiteindelijk alles met concealer en doet er nadien nog eens foundation op. Dus dat wordt uiteindelijk een hele mix en hopelijk de perfecte kleur. Ik ben gewoon aan het doen wat hij aan het doen is. So, yeah, I'm trusting the process. Crazy. Oké, nu gaat hij dus alles blenden met elkaar. Ik hoop echt dat dit op iets trekt, want op dit moment zie ik er zo belachelijk uit. Nee, ik zie er echt als een clown uit. Dit is niet oké. Oké, I'm done trusting the process. Ik weet niet hoe dat het eruit ziet voor jullie op beeld. Ik ben zelfs zo blind dat ik dat al niet kan zien. Maar het ziet er heel wit uit op beeld. Terwijl het in het echt het er wel oké nog uitziet.
Ik zie wel veel vlekken van het bruine, omdat dat sneller opdroogde dan het witte, nee, dan de concealer. Dus ik denk dat ik gewoon met mijn eigen technieken nu ga verder werken om te krijgen wat er op dat beeld staat. Want op het beeld zijn de contrasten net iets groter dan dat ik nu zie. Misschien heb ik ietsje te hard geblind of zo. Maar ik ga dus met mijn eigen techniek doen om dat resultaat te krijgen. En hopelijk ook het resultaat van de foto. Ondertussen dat we dit laten baken, ga ik al beginnen aan de ogen. J.Lo, haar ogen zijn vrij naturel opgemaakt. Allee, met vrij natuurlijke kleuren. Dus beige, lichtbruin. Eigenlijk vrij simpel. Het zijn vooral de wimpers die het wow-effect creëren. Dus dat gaan we gewoon proberen na te doen. Ik gebruik hiervoor mijn Urban Decay Reload palet. Die kleuren gaan er dus perfect bij. Tijd om de baking eraf te doen. Voilà, om de huid verder af te maken heb ik gezien dat J.Lo eerder een oranje-achtige tint had qua blush. Dus ik denk dat ik hier ook weer het perfecte palet voor heb, namelijk het Revolution Makeup Blush Palet. Dan de highlighter. Ze heeft een vrij witte highlighter, dus ik ga gewoon de witste tint die ik heb proberen te zoeken. Kaken. Haar wenkbrauwen zijn heel licht aangezet. Het is niet dat dat met een stiftje is gedaan of zo, of met een liquid, dus ik kies hiervoor een pomade. Dan is het nu tijd voor falsies. Het is wel even geleden dat ik falsies heb geplikeerd of opgedaan. Dus don't judge me, please. Oké, ik heb toch besloten om mijn falsies opnieuw te doen. Dus ermee dat jullie keiveel lijm zien en mijn ogen misschien nog wat waterig zijn. Cause that shit hurts. Maar ondertussen kunnen we wel verder met de lippen. De lippenstift van J.Lo is heel nude. Meer naar de roze kant. Iets dat ik persoonlijk nooit draag. En dat ik voor mezelf ook te licht vind. But if J.Lo does it, so do I. Oké, make-up complete. Dan gaan we nu over naar het haar. En dan is het een soort van vlecht. Dat is niet zo heel goed zichtbaar, dus ik denk dat ik gewoon voor een grote dot ga gaan. Als dat blijft zitten tenminste, zou ik toch een vlecht doen. Misschien toch voor de zekerheid een vlecht. Thank you.
dan moeten deze twee krullen ook zeker naar de binnenkant. Oké, haar en make-up klaar, denk ik. Ik denk dat dit het beste is dat ik kan krijgen. J.Lo heeft veel dikkere stukken, maar ik kan geen dikkere stukken nemen, want die zijn langer en ik heb geen goesting om mijn haar af te knippen. Sorry guys, maar dat ga ik niet doen voor deze video. Maar dus ja, op naar de kleren en de jewels. De jurk die ik ga aandoen is van Femme Luxe. Zoals jullie zien is het dus ook off the shoulder of zonder shoulders. En dan voor die juwelen heb ik de perfecte set van Swarovski. Ik heb een tijdje geleden een shoot gedaan waarbij ik de Naughty en de Nice collectie ging shooten. Ik was nice en die Nice collectie past hier ook gewoon bij, dus dat is ideaal. Oké, de ketting. Super mooi. Ik heb de volledige outfit aan en dan gaan we nu de foto trekken. Oké. Okay. Oh, no, no, no! Wat? Voilà, dit was het dan. Ik vond het super leuk om te maken. Hopelijk vonden jullie dat ook. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te geven. En ook niet te abonneren op mijn kanaal. Net zoals mijn Instagram en wie weet binnenkort zelfs TikTok. Want daar heb ik nu wel de tijd voor. Laat ook zeker in de comments weten wie dat de volgende celebrity is. Dat ik moet nabootsen of welke foto dat ik moet nabootsen. En dan hoop ik dat ik dat in deze serie nog kan blijven doen. Voilà, dit was het dan. En heel graag tot de volgende video. Ciao!